Hallo allemaal en welkom. Vandaag gaan we bezig met de collectie van Yvonne Creations Bee Honey. Dit is een leuk stempelset. En er zijn hele leuke mallen van. Een leuke bijenkorf met bijtjes. Een leuke honingpot, daar gaan we vandaag mee bezig. En een mooie bloem met twee wat grotere bijtjes. Leuke knipvellen. En elementen. Die kun je dus gebruiken los op je kaart. Dit zijn de 3D knipvellen. Is altijd erg leuk. Ik heb al even een beetje wat dingetjes voorbereid natuurlijk. We gaan beginnen met de basis. En dat is 27 bij 13,5 centimeter. En dit is de kleur oker. Dan pak ik een zwart linnenkarton van 13 bij 13. En die gaan we met dubbelzijdige tape plakken. En een beetje tacky glue. Ik gebruik meestal twee verschillende lijmsoorten. Weet ik zeker dat het vast blijft plakken. En dan hebben we een mooi designpapier. 12,5 bij 12,5. En daar gebruik ik de blauwe kant van. Deze kant is natuurlijk ook super mooi, maar voor de blauwe gekozen. Deze plakken we mooi op de voorkant van de kaart. Dan gaan we de shaker in elkaar zetten. Ik heb hier een stukje van het designpapier. Heb ik de mal. Zo komt hij. Met de deksel. En de, ja, hoe noem je dit nou ook weer? Geen idee. Schrijf het maar onder in de reacties. Weet ik het voor de volgende keer. De staaf, de roerstaaf. Noem maar wat moois. Ik heb hem overgetrokken op het designpapier. En dan even een stukje korter of kleiner gemaakt. En dat heb ik met deze is van het designpapier, de kleur geel. Maar die kun je natuurlijk ook in oker uitknippen. Ik heb de pot één keer uitgestanst. En dan nog een keer in oker. Ik heb de deksel in het blauwe streepjes designpapier uitgestanst. En ik heb een stukje aceton uitgesneden. Aceton, mica. Wat precies hier weer in past. Dus dat doe je weer hetzelfde. Dit trek je over en dan knip je hem net wat kleiner. Dan begin ik alvast met de mica. En ik pak mijn lijmflesje daarvoor. Ik ga langs deze rand wat lijm doen. En dan ga ik de mica daar eventjes broek langs houden voor alle kleine pluisjes die er misschien nog op zaten. En dan druk ik hem gewoon hier langs. En dan hebben we deze. En dan gaan we deze achterplakken. Dus dan doen we ook weer hetzelfde bij. Een stukje lijm langs de rand. In dit geval ook hier. Dat zal ik bij de andere ook nog even doen. Dat staat wel zo mooi, hè?
een beetje nog bijknippen. En dan is het wel leuk om hier dan je shaker van te maken. Ik zie dat even het stipje. Lijm nodig is en hier ook. En hier ook. Zo. Nou. Ik vind het een hele fleurige collectie. Past heel mooi bij de zomer. De vlinderstruiken zijn uit. Fladderen allemaal bijtjes op. Horen eigenlijk vlinders op de vlinderstruik te zijn. Maar het zijn allemaal bijtjes. Maar ook erg mooi om naar te kijken. De ene donziger dan de ander. Er zijn ook heel veel verschillende soorten bijtjes. Dus dat is wel heel erg leuk om naar te kijken. En nu kun je dus zelf allemaal bijtjes maken. Ik vind het wel erg leuk. Nou, dit is dus een gedeelte van je shaker. En dit is een gedeelte van je shaker. En zo komt hij er dan zo meteen op. Maar we gaan eerst foamstreepjes gebruiken of wat je ook maar in huis hebt. En daarmee gaan we een basis om de pot heen maken, bouwen. Zo, nog een klein stukje nodig. Let er goed op dat je hem iets te ruim afknipt. Dan kun je hem er mooi tegenaan drukken. Zo. En dan pak ik wat shaker materiaal. Ik had dan wat uitgestanste restjes. Dat is wel leuk. Die komen van een randdaai. Die zitten op deze. CDECD0108. Als je dan deze uitstanst, dan krijg je die kleine dingetjes. Dan doen we nog wat van deze erbij. Die komen weer ook van dezelfde mal en dan van een stukje designpapier. En we gaan voor wat glitters. Altijd goed. En dan trek ik de beschermlaag eraf. Dan plak ik de pot op de andere pot. Even goed aandrukken. En ik zie dat hier onder ook nog een beetje moet. Dus is de ene kant van de pot wel. En de andere kant niet. En dat kan natuurlijk niet. Zo. Nou, in principe is dit de shaker. Glitters doen het altijd goed. En wat leuk materiaal. Ik heb het bijtje 3 keer uitgestanst in vellum. In oker en in zwart. En bij de zwarte knip ik de vleugels eraf. Maar de pootjes die moeten er nog weer los van. Dus ze kunnen nog niet aan de kant. Zo. Deze plak ik op de vellum. Zometeen ook de pootjes. Die horen natuurlijk zwart.
dan knip ik zo de pootjes eraf. En van de andere vleugel ook. En dan knip ik van het gele, knip ik de streepjes die geëmbost zijn. Dus dit puntje. En hier hebben we een mooie strook. En daar ook. Die knip ik dan mooi uit. Ik moet gewoon volgen wat geëmbost is. En dan doe ik op de zwarte, doe ik de lijm, dat vind ik het makkelijkst. En dan brengen we natuurlijk wat witte accentjes aan. Dus deze pen. Zo. Dan gaan we natuurlijk de shaker opplakken. En dat doen we in het midden van de kaart. Ongeveer. Heb ik de deksel. Die doen we ook eventjes een stukje aan de bovenkant. Op de dikke foamtape. En de rest van het uitgestanste gedeelte kan met gewone tape. Zo. En dan haal ik nog een tekst. Bezoet. Of be well soon. En nog een bijtje. En ik had nog wat bloemetjes. En een stokje. Stokje gaan we hier doen. Een klein stukje tape eronder. En die gaan we nog een beetje bruiner maken met wat inkt, pale brown en een sponsje.
Doen we ook een stukje tape onder. Helemaal de verkeerde kant. Erbij doen we op dubbelzijdige tape. Met een beetje extra bij het hoofdje. De rest natuurlijk niet, want dat is vellum. Dat is niet zo mooi. Ik denk wel leuk als een gedeelte van het lijfje ook met een beetje foam doen. Die kunnen we natuurlijk ook accentjes geven. Doen we een witte accentjes. Hier zo. En dan had ik nog leuke bloemetjes. En dan houden we het gewoon bij één bloemetje. En die krijgt als middenstipje een hexagon. Kan gewoon. De pot nog wat. Of de deksel. De deksel nog wat accentjes. Dit zijn de geëmboste onderdelen. En die geef ik gewoon wat. Wat accentjes, een paar. Nou, dan is dit mijn kaart geworden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. En wie weet tot de volgende keer. Groetjes. Doei doei.